Nu, 10 jaar later, ben je dat weer. Ja. Heb je iets met Evita? Je speelt Evita Peron. Nou, misschien moet wel, jij even. Ja. 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 Ja, maar, ja. Sowieso met de rol heb je natuurlijk veel. Ja. Maar ook met de persoon heb je daar nog. Ja. Heb je daar dan extra in verdiept of zoiets? Hoe ja, werkt natuurlijk. Dat? Jawel. Ja, ik heb mij, waar mij de tijd vorige keer aan ontbrak om mij erin te verdiepen. Want toen was ik. Toen had ik gewonnen en toen was het eerst allemaal heel veel pers een paar dagen. En toen stapte ik in het repetitieproces, maar die waren al lang bezig. Dus ik rolde er achteraan. Ik had geen tijd gehad om mij voor te bereiden. En nu had ik dat wel, want ik wist een jaar geleden al dat ik dit zou gaan doen. Dus ik kon gewoon allemaal films kijken en boeken lezen en mij verdiepen. En ik had heel veel materiaal nog van de vorige keer nog zeg maar liggen. Dus ik kon dat gewoon allemaal uit de kast halen en mij terdege voorbereiden. Want ja, dat is het wel nodig bij zo'n rol. En stel voor, er is iemand die zegt van ja, Evita.